Ik weet niet of jullie gisteren geluisterd hebben. Er was een... nou ja, ik vond het zelf wel schokkend. Gaat hij mee of zegt hij nee met politici? Dat is toch altijd nog heftiger dan met soapstelletjes op een of andere manier. Gisteren John Leerdam. Ik laat nog even een stukje horen. En u zegt Ariel Sharon, kom maar, bij mij krijg je asiel. Wat denk je dan als je zoiets hoort? Dan denk ik, dit is nou typisch iets wat op een hoger plan, zowel bij de Verenigde Naties, maar ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, dat hij dit goed in de gaten moet houden. Nou ja, bla 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 bla. Dat Ariel Sharon zegt. Ariel Sharon ligt in coma, weet je wel. Ja, maar Sharon, die ja, doet hij gaat er gewoon ontzettend op in. Maar Lex houdt niet op. Je hebt hem nog een vraag gesteld. En dat is de nieuwe opgave voor vandaag. Ik had er wel van geleerd. John Leerdam. Tweede Kamerlid, nu momenteel, voor de Partij van de Arbeid. Terug van weg geweest. Terug van even weg geweest. Anderhalf jaar was ik even weg. Ja. En daarvoor heb ik bijna 8 jaar in de Kamer gezeten. En jij bent een prominent type in die Tweede Kamer, was je al. Want hè, je donkere uitstraling, je bril, je goede quotes. Altijd. En altijd, wat wij altijd zeggen in de fractie, we weten niet hoe John het doet, maar hij haalt alles binnen. Nu valt mij John Leerdam, prominent PvdA Tweede Kamerlid, 1 ding op vanochtend in de Volkskrant en de Telegraaf. De Haagse straatterrorist Jael Jablabla komt vervroegd vrij door een vormfout van het OM. Dan zijn we toch de weg met z'n allen kwijt. Jael moet er gewoon terug die cel in. Hoe krijgt hij thuis zijn bek, hè? Jael Jablabla, de straatterrorist. Ja, bla 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 bla. ZFM presents Go Back to the Zoo. Daar spelen we voor. En de vraag is dus, gaat hij mee of zegt hij nee? Ja, Miranda, wat denk jij? Ja, moeilijk. Ja. Hij gaat mee. Hij gaat mee? Ja. Dat zou wat zijn, hè? Dat zou toch even wat zijn. Mitchell. Ik denk dat hij meegaat. Jij denkt dat hij niet meegaat? Heel goed. Dat sportspelelement leuk. Daar gaat hij. De Haagse straatterrorist Jael Jablabla komt vervroegd vrij door een vormfout van het OM. Dan zijn we toch de weg met z'n allen kwijt. Jael moet er gewoon terug die cel in. Het is zeker iets wat Jeroen Dijsselbloem, onze vice-fractievoorzitter, die heeft er ook al over gesproken. Nou ja. En die zal dit in de gaten blijven houden. Nou ja. Wat zei Jeroen Dijsselbloem erover toen hij erover gesproken heeft? Daar gaan we geen uitspraken momenteel over doen. Nee. En ik denk dat... Is dat nog een PvdA-geheim wat er met Jael Jablabla moet gebeuren? Nee, maar voordat al duidelijk is geformuleerd, is gewoon de code dat je dat niet gewoon naar buiten brengt. Nee. En ik denk maar dat ik hoor u praten en ik er zit iets achter. U vindt daar iets van die Jael Jablabla en u wilt het mij nu niet vertellen. En daarom juist zeg ik, dat gaat om datgene wat ik weet, ga ik in ieder geval niet met u delen. Nee. Nee. Maar u weet meer over Jael dan ik? Ik weet in ieder geval wat meer over Jael dan u. Nou. Dat is toch echt schokkende zaak hier, hoor. Ik vind het echt ongelooflijk. Ja. Jongen. Wat een vertrouwen in de politiek. Nou echt, daar gaan ze. Goed, maar los van het feit dat onze broek afzakt, is er ook nog eventjes een prijs die uitgereikt moet worden. Goed nieuws voor jou, Miranda. Jij gaat naar Go Back to the Zoo. Yay. Ja, jij gaat ze zien live. Ja, precies. Joh, dat kon je ook niet weten. Dat verzin je niet. Helaas, pindakaas, een dag hagelslag. The prize you get is dan toch de CD van zijn... ik wilde zeggen Snow Patrol, maar dat is het liedje eraan komt. Van Go Back to the Zoo. Die krijg je dan toch nog eventjes. Oké. Ja. Kan je me gewoon keihard zetten, ben je er toch een beetje live bij. That's the prize you get. Hey, ik wens jullie een fijne dag. En Miranda? Ja? Goedemorgen. Goedemorgen. It's the price I get. Nee. For the lies I've told.